Het TOM Instituut stelt zich tot doel mensen te leren luisteren met hun ogen. Een belangrijk aspect hierbij zijn de bulten en de lijnen in het gezicht. Deze ontstaan doordat bepaalde spierbewegingen veel worden gemaakt, waardoor de spier getraind wordt. Bijvoorbeeld het optrekken van de wenkbrauw. Daardoor ontstaan hier lijnen. Doe je dat veel, dan blijven ze gewoon staan op een gegeven moment. Kun je deze signalen goed waarnemen, dan kun je zien hoe met zijn hoofd, zijn hart of zijn buik functioneert. Weet je dat eenmaal, dan weet je hoe je iemand moet managen, verkopen, onderhandelen, noem maar op. Als onderhandelaar weet je dat non-verbale communicatie essentieel is in je vak, maar dat er patronen zijn die je kunt indelen in bijvoorbeeld, zoals het TOM Instituut doet, in drie categorieën. Ja, dat was voor mij wel een eye-opener en met een heel handig kaartje wat je erbij krijgt. Heel slim even tussendoor na te kijken als het wat vervliegt. Ben je heel snel in staat om patronen te ontdekken en mensen naar een ander gesprek te voeren. Non-verbale communicatie, inzichten erin zijn ontwikkeld in de Verenigde Staten. Barry Goodfield, Ekman, maar in Nederland doen we er eigenlijk veel en veel te weinig aan. Nederlanders lezen, Nederlanders luisteren, gebruiken vaak hun intuïtie niet, nemen vaak niet mee aan informatie wat iemand uitstraalt. Wat het gezicht toont, wat het lijf toont. Andere culturen doen ze dat veel meer. Geert Hommes helpt ons om dat goed te begrijpen en daar ook echt ons voordeel mee te doen. Ik denk zeker dat wij met het TOM Instituut een instrument erbij hebben gekregen om onze salesgesprekken nog efficiënter te doen en de boodschap beter af te stemmen. Mijn naam is Geert Hommes, directeur en oprichter van het TOM Instituut.